Ingmar Vos, hoe kijk je terug op je eerste dag hierop te spelen? Ja, wel zwaar teleurgesteld eigenlijk. Ik had wel een puntje of 200 meer verwacht na dag 1. En, ja, de eerste vier onderdelen zijn gewoon niet lekker verlopen. En, ik voel me gewoon heel erg fit en goed. En het komt er alleen niet uit. Dus ik weet nog niet waarom. En, maar goed, morgen is er nog een dag. Dus terugkijken mag pas na de 1500 morgen. Maar je hebt nog niet echt een verklaring. Zijn het dan toch die Olympische Spelen waar meer bij komt kijken? Nee, ik denk het niet. Een groot deel van het veld is minder. Je ziet Pascal bijvoorbeeld, die Europees kampioen. En die draait ook al voor geen meter, om het even zo te zeggen. En ik weet niet. Ik voel me hartstikke fit. En snel en sterk. En de warming-up met hoogspringen ging goed. Kogel ook ging ook goed in de warming-up. En dan komt de wedstrijd en dan valt het allemaal heel zwaar tegen. Dus dat is voor mij nieuw. Normaal gesproken op een groot toernooi zit ik altijd super scherp en groot in vorm. En dan komt het er ook uit. En deze keer niet. Je staat na één dag 21ste. Wat is er nog mogelijk? Wat wordt nu je doel de tweede dag? Nou ja, ik geef mijn doelen nog niet op voor een top 10 of top 12. Kijk, de meeste draaien toch niet lekker. Dus er zit heel dicht bij elkaar het klassement. Dus het kan makkelijk zijn dat ik gewoon nog top 12 of een top 10 mee kan pakken. Welk onderdeel was je het meeste teleurgesteld in? Ja, hoogspringen is gewoon heel slecht. Een week of drie geleden begon ik op 1,96 en eindigde ik op 2,4. En nu spring je 1,96 en dan gaat het boek dicht. Dat is gewoon heel zuur en dat kost me echt heel, heel veel punten. Ja, je had je denk ik graag juist in Engeland willen laten zien, hè? Omdat we weten dat je in Birmingham woont. Ja, niet eens dat. Meer gewoon, maakt niet uit waar het is. Maar ja, het zijn de Spelen en daar wil je gewoon staan. En als ik heel eerlijk ben, sta ik op het moment nog niet helemaal. Wat ga je eraan doen dat je er morgen wel staat? Ja, goed slapen, herstellen, eten. En hopen dat het vandaag een off day was. En dat het morgen wel mee zit.